De open spelen met de Philidor-verdediging. De open spelen E4, E5, dubbele koningspionopening. Paard F3, veruit de meest populaire zet in deze stelling. We gaan even terug naar eerder behandeld de loperopening in het Weens en het koningsgambiet, nog even resumeren. De tweede zet voor wit, geen paard F3, maar loper C4 is de loperopening. De Vienna game, paard C3 en het koningsgambiet F4. Maar, nogmaals, meest populair is paard F3 en dat hebben we eerder gezien in de Italiaanse opening, wat gepaard ging met paard F3. De tweede zet voor wit en de Ruy Lopez het Spaans. Er zijn meerdere varianten. Het Schots en het 3 of 4 parenspel later dit hoofdstuk. Ja, paard F3. We weten inmiddels wat deze zet voor nut heeft. Ontwikkeling van een stuk, voorbereiding van de korte rokade en vooral centrumcontrole. Dit zijn de centrumvelden. Controle van D4 en vooral controle van E5. En daar staat een vijandig stuk, een ongedekte pion. Zwart heeft hier weinig mogelijkheden om te reageren. Weinig, ja. Ja, beperkt. De pion staat aangevallen en zwart moet iets aan die pion doen. Dat kan op verschillende manieren. De dame laten we staan en ook de F-pion raken we niet aan. Verdedigen met paard C6 is algemeen, dit heet de hoofdlijn, wat uiteindelijk kan resulteren tot de Ruy Lopez, het Spaans. Als zwart of wit dit speelt, of het Italiaans, of later Schots. Gaat op deze pion. Maar, als zwart denkt van ik wil die niet spelen, ik wil geen Spaans, ik wil geen Italiaans, ik wil geen Schots, ik probeer die pion op een andere manier te dekken. Dat kan, via dit. Dit is de Philidor-verdediging. Ik ga niet behandelen waarom Philidor dit bedacht had. Dat ging iets over deze zet. F7, F5. Philidor, een respectabele schaker uit de 18e eeuw. Het gaat hier even om de concepten. Ja, waarom D6? Activeren van de dameloper. Maar tegelijkertijd ook blokkeren van de koningsloper. Die koningsloper heeft weinig ruimte. Kan naar E7 of via G6 naar G7. Ik laat dat zien. Het nadeel van deze zet. Vooral dit. Wel een voordeel ook weer. Zwart hoeft zich niet druk te maken om zwakke punten in de stelling. Ja, nu heeft wit eigenlijk een tweetal opties. Loper C4. En hier heeft wit wel de mogelijkheid. Het gaat hier over ruimte. Wit heeft hier ruimte om de loper naar een goed veld C4 te spelen. Dat heeft zwart niet meer. Het meest populair is D4. Daar kom ik zo op terug. Eerst even een mat aanval. Een bekende. Legels meet. Dat was ook een Fransman volgens mij. Er staat een accent op E. Legels. Legels meet. Loper C4. Ja, en dit is een beginnerset. Pennen van het paard naar de dame. Is op zich wel goed. Dit paard ontwikkelt. En ja, nu moet zwart opletten. Dit paard lijkt onschuldig, maar wil naar dit veld. En daar moet zwart opletten. Dit paard mag niet naar dit veld. Waarom? Ja, nu kan dit paard wel naar dit veld. Zwart kan ook dit spelen. Paard C6 is verkeerd. Want, wat gebeurt er nu? Het paard slaat de E-pion. Ja, en daar ging het over. Hoe kan dat? Zwart wint hier de dame. Nou, laat die loper daar maar staan. Want hier, of het wint de loper op F7. De koning kan niet slaan. Kan alleen maar naar E7. En hier zien we het probleem. Dit is mat. Armlopertje. Dit is mat. Legels mates. We gaan terug. Dit is de verkeerde zet. Beter, veel beter is deze zet. Want dan kan dat paard hier niet doen. Naartoe. Of deze zet. We gaan naar
Excuses. Het Philidor systeem in de opening. Dat is dus dit. Deze is. Populairder dan loper C4 is D4. Ja, nu kan zwart afruilen. Daar beginnen we even mee. Paard centraliseert. Hier staat wit beter. Ja. Nogmaals, deze loper staat een beetje geblokkeerd door de D-pion. Dit is een optie en dit is een optie. We beginnen even met de fianchetto variant. Dat is eerst G6. Dat kost een tempootje. Wit ontwikkelt het paard naar C3. Zoals verwacht, loper G7. De loper dekt het paard wat nu staat aangevallen. Paard F6, normaal valt de E-pion aan. En de dame. En nu zien we voorbereiding van de lange rokade, terwijl zwart kort wil rokeren. Zwart rokeert kort en wit rokeert lang. En hoe gaat dat verder? Ja, dit lijkt een beetje op de Draca variant in het Siciliaans. Dat gaat ongeveer zo. Dat bewaar ik tot het Siciliaans. Dat duurt nog even hoor. Dat is hier ergens nog niet eens ingevuld. We zitten in de Philidor verdediging. Het is een mogelijkheid. Het verschil is wel met het Siciliaans dat zwart geen open C-lijn heeft. Dat komt later allemaal. De afruilvariant in de Philidor verdediging. Dit is hem dus. Pion D6. Zwart ruilt af. Paard slaat. Centraliseert. Paard ontwikkelt naar F6. Paard C3. En hier zien we dus in plaats van daarnet de fianchetto variant. Loper E7 is degelijk. De Philidor verdediging staat bekend als een solide verdediging. Maar niet om aan te vallen. Maar dat heb je al zwart. Je speelt met zwart, je moet verdedigen. Want wit heeft het initiatief. En hier heeft wit het initiatief. Als zwart niet het Spaans of het Italiaans of een andere variant wil spelen. Dan maar de Philidor. Verder ontwikkelen. Loper F4. Actieve zet. Zwart trokeert. Wit. Wederom met dame D2. Kan langer rokeren. Gebeurt het ook. Ja. Dit paard staat sterk. En aanval van C5 is eigenlijk niet de methode. Want hier zien we een veel te sterke aanval op de D-pion. De D-pion is hier zwak. Gezien. Dan een bekende in de Philidor verdedigingen. Een variant wat genoemd wordt de Henhem variant. Opnieuw D4. Ja, zwart kan eerst dit spelen. Maar de stelling leidt tot paard D7. Ja, een sterke zet is nogmaals een loper C4 voor wit. En zo'n zet wordt natuurlijk gedaan om de C-pion vrij te houden. Dat gebeurt hier. Wit rokeert. Loper E7. De D-pion slaat E. D maal E. Paard naar G5. Sorry. Bekende wending. De zwakke F-pion. De loper slaat. Dame. Opnieuw. De zwarte dame verdedigt. De dame slaat loper. Pardon voor mijn stemgeluid. Ik ga even door. En de dame slaat. De dame. En de loper slaat terug. Paard. F6. En deze stelling is ongeveer gelijk. Terwijl zwart nog wel verdedigt. Maar dat is altijd met als je met zwart speelt. Je moet in eerste instantie verdedigen omdat wit het initiatief heeft. Wit heeft nog steeds het initiatief met sterke lopers. Maar zwart houdt zich stand. Niet zo'n hand voor zwart. Ten slotte dan het olifantgebied. En dat gaat hierover. Ja. Philidor deed dit. En dit is het olifantgebied. Het paard valt de ongedekte E-pion aan en zwart doet niets. Nee, doet een tegenaanval. Dit kan ook nog.
Dat komt in les 5 in de orde, dat is de Russische verdediging. Eerst even D5, hoe gaat dat zitten? Pion slaat, zwart staat nu een pion achter. De zwarte E-pion nadert, valt het paard aan. Maar de pion wordt wel gepend nu door de dame. Paard ontwikkelt. D3 valt de pion aan. Die pion kan niet slaan. Dame slaat terug de D-pion. Paard moet terug. Paard C6. Paard C3. Dame moet weg. En uiteindelijk slaat dan het paard de E-pion. Loper ontwikkelt. En loper indirect aanval op de dame. En zwart dan ook keert lang. En dit is ongeveer de lijn van het olifantgambiet. Ja, nu staat zwart een pion achter, maar wel activiteit. Tot zover de les over het systeem van Fidor. We gaan naar de Russische verdediging. Excuses voor het stemgeluid.